Karel, ja, uiteindelijk werd het nog een bewogen wedstrijd. Hè? Ja, het is een derby. Hè. Ik denk dat alles er een beetje in zat. Ik denk dat we de beelden moeten zien om heel duidelijk te zien wat er allemaal gebeurd is. Maar ik denk dat de eerste helft dat wij een fantastisch niveau behaald hebben. En dat we ook verdiend de rust in gaan met een voorsprong. En de tweede helft een pluim voor de gedrevenheid van Temse. En dan kon het eigenlijk alle kanten uit. Ja, want Temse staat wel met een man minder in die tweede helft. Maar het was precies dat jullie met die man minder stonden. Hè? Afwachten, afwachten. Ja, er werd eigenlijk niet veel meer gebracht op de mat. Hè? Het was niet de bedoeling. Maar daar zie je toch dat we de voorbije weken echt wel een paar keer pech gehad hebben in de laatste minuten. Maar dat er ons nog punten ontnomen zijn die waar we recht op hadden. En dat, voetbal is een mentale sport en dat was de tweede helft heel duidelijk. Ja. Eén kans in de tweede helft, wel schitterend afgemaakt. Ja, maar ik denk dat er nog een kopbal was op de lat ook in de tweede helft. En Davy Klaasens maakte een fantastisch doelpunt. Wat doet dat met de mens? De derby komen winnen op Temse, want dat is niet makkelijk, want Temse draait goed tegenover andere jaren. Absoluut, ik vind Temse aanvallend een van de beste ploegen van de reeks, samen met de SK Deinze. En dat we hier kunnen komen winnen, het zijn drie gouden punten, zeker voor ons in een derby en een vrij weekend. Tot slot, de ambitie van jullie? Ambitie is wat ze altijd is. Hè. Dus wij zouden het heel fijn vinden als we de linkerkolom halen. Nog fijner als dat top 5 is. En de rest zien we wel.